mensen, Thijs hier. Ik zit hier vandaag weer met een hele leuke gitaar. Ik zit hier met de Alhambra 3C. Een heel erg fijn instrument en volgens Alhambra, vanuit Alhambra, is dit nog een van de studentengitaren, noemen we hun. Naar mijn mening niet per se een gitaar om het als eerste op te leren. Hoewel dat natuurlijk wel echt fantastisch zou zijn als dat kan. Maar gewoon een heerlijk instrument. Ik heb hier weer een hele fijne klassieke D-vorm in de nek. Een vrij dunne nek. Waardoor het heel makkelijk is, ook met wat dus kleinere handen, om de grepen mooi te kunnen pakken. En mooi die klassieke stijl jezelf eigen te kunnen maken. Heel betrouwbare stemmechanieken, heel fijn te stemmen zijn. Zeker ook natuurlijk door de melanine nut en zadel. Waardoor de stemkwaliteit en bij de zadel natuurlijk de klankkwaliteit gewoon heel erg mooi behouden blijft. Je hebt hier een gelamineerd zij- en achterkant. Heel mooi afgewerkt. Ziet er heel netjes uit. Het is wel heel fijn, want ik heb een massief cederen bovenblad. Wat gewoon een hele echte, authentieke en klassieke klank meegeeft. Mooie, diepe, warme klank. Maar waar ook natuurlijk gewoon die... die mooie hoge noten netjes gewoon uitgefilterd worden. Waardoor je een hele mooie verhouding krijgt tussen verschillende stijlen die je op deze gitaar kunt spelen. En vandaar natuurlijk ook wel dat het een beetje gezien wordt mogelijk als een studentengitaar. Omdat het de speelkwaliteit heel erg tegemoet komt. Dus het is heel prettig en makkelijk om hierop te spelen. En het voelt gewoon heel erg natuurlijk. En de gitaar leent zich op die manier naar heel veel verschillende stijlen. Dus wil je inderdaad echt klassiek spelen, is dat absoluut te doen. Maar wil jij misschien gewoon Country Roads kunnen spelen op dit gitaartje, is dat ook gewoon heel erg goed te doen. Dus een heel erg veelzijdige gitaar. Handgemaakt in Spanje. Want ook deze, in deze prijsklasse, worden ze bij Alhambra gewoon echt in Spanje handgemaakt. Dus je weet gewoon dat je echt de Alhambra kwaliteit in handen hebt. Wil je nou meer informatie over deze of andere Alhambra's? De link naar onze website staat altijd onder in de beschrijving. Dus klik daar eventjes op. Zeker ook de huidige prijs van deze gitaar kun je daar vinden. Geef ons even een duimpje omhoog en abonneer op ons YouTube kanaal als je dit leuk vond. En je wilt hier meer van zien. Dat helpt ons altijd enorm om jullie weer te bereiken. En zoals altijd, tot een volgende keer.